De interventiereologie is met nadruk een vak wat met veel specialismen te maken heeft, als aanvragers. Maar gelukkig is het zo dat bij ons in het ziekenhuis een hele goede samenwerking mogelijk is met vaatschurgen en cardiologen. Ik ben mijn differentiatiestage gaan volgen omdat ik de interventiereologie in de breedste zin van het woord wilde leren en daarin wilde groeien. En ik kan niet anders dan zeggen dat dat op dit moment zeer goed gelukt is. Al onze assistenten krijgen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Dat wil zeggen, in het begin staan ze nog steeds onder strikte supervisie. Maar gaandeweg, rit, uh, gaandeweg de, de jaar, twee jaar, is het zo dat mensen een toenemende mate van zelfstandigheid krijgen. Alle onderzoeken worden gesuperviseerd. Maar aan het eind van de rit is het waarschijnlijk zo dat 80, 90 procent van de onderzoeken zelfstandig wordt gedaan. Ik krijg de mogelijkheden om in alle verschillende procedures mee te doen, mee te kijken. Er is een groot team met zeer veel enthousiaste interventiereologen en laboranten uh, die altijd tijd hebben om dingen uit te leggen, altijd tijd hebben om dingen toe te lichten. En ik merk dat uh, de groei daarin ook uh, uh, toeneemt. In algemene zin denk ik dat de differentiatiefase interventiereologie heel goed is, omdat interventiereologie een groeiend vak is, uh, waar we nog echt in de kinderschoenen staan wat we uiteindelijk over jaren kunnen gaan doen. Waarom onze differentiatiestage zo goed is, zit hem vooral verborgen in het feit dat wij echt een ontzettend goed team hebben. Groot enthousiasme van, van allerlei geledingen. Uh, heel goed bekend staan in het ziekenhuis. Maar daarnaast ook uitstekend kunnen samenwerken met onze uh, specialisten die verwijzen, maar die ook meedoen bij procedures. En, en niet onbelangrijk dat mensen ook gaandeweg de rit echt zelfstandig kunnen gaan opereren. Als je de differentiatiestage interventierhyologie in Maastricht volgt. Dan krijg je niet alleen te maken met de perifere interventies, maar ook met academische interventies, zoals bijvoorbeeld stentplaatsing bij aan de abdominale aneurysma's... of de coiling van de cerebrale vaten. Deze mogelijkheden worden niet in heel veel andere centra in Nederland geboden. En ik denk dat op het moment dat je deze interventionele procedures ook heel erg interessant vindt, dat je zeer waarschijnlijk ook zult blijven in de academische setting. En ik denk ook dat dat mijn toekomstperspectief zal zijn.